De visserijsector in Suriname moet zorgen voor meer inkomsten. De presidentiële commissie Visserij is daarom ook bezig alle betrokkenen in de sector op één lijn te krijgen. De commissie heeft reeds met de regering onder leiding van president Desi Bouterse van gedachten gewisseld over de visvangst en de bewaking van de kustwacht. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut NII in een persbericht. Een van de leden van de commissie, René Liefeld, vindt dat nu Suriname in een economische crisis zit, het maximale moet worden gehaald uit alle sectoren. In het visserijmanagementplan 2014-2018 staat vermeld wat er allemaal nodig is om de visserijsector op een duurzame manier te ontwikkelen, zegt Liefeld verder. Dat document is het resultaat van inspanningen van de voedselarm van de Verenigde Naties, de Food and Agriculture Organization, FAO, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de vissers. De visserijsector in Suriname heeft de potentie om 40 tot 50 miljoen US dollar op jaarbasis te verdienen.